Goed, we zijn begonnen met een verse... Yo! Yep. Ja, en de groetjes van Cody. Oh, groetjes terug. Cody wil heel graag een JODM, hè? Hij zei dat hij het een beetje miste. Hoezo miste? Nou, hij kan het natuurlijk elke week kijken, JODM. Want we zijn het. Toch wel... Ja, maar hij miste erin te zitten. Ah, hij wilde graag in. Ja. Hij kan geregeld worden. Hoeft hij alleen... en dan hij mag wel een keer op mijn plek zitten. Ja. Ja. Ja, ik sta mijn plek met alle liefde. Of je kan een vraag insturen, Cody. Waarom vind je Super Mario 64 de beste game ooit gemaakt? Ik vind Super Mario 64 absoluut niet de beste game ooit gemaakt. Ja, dan kom je er ook in. Stuur die gewoon even in de comments van YouTube. Want er zijn ook vragen van YouTube tegenwoordig. En we hebben ook commentjes van Instagram. Kan je in blijven sturen, @PowerUnlimited. TikTok, @PowerUnlimited.nl. Maar je kan ook gewoon chat bellen op 06. Goed, de eerste vraag is van Peter Te Haar. Kijk, Peter via Te Haar. Via de mail zelfs, hè? Redactie@pu.nl. Peter kennen we wel. Dat is sorry. Dit is een goed punt dat je aansnijdt. We hebben dus een nieuw e-mailadres. Kan je me raden? Zeggen ook. Nee, maar kan je me raden wat het zou zijn? jodm@pu.nl. Ja, precies. Goed. Deze is van Peter Taar. Die had hem gewoon naar redactie@pu.nl gestuurd. Maar dat moet dus nu naar jodm@pu.nl. Ja, vergeet het niet, Peter. Nee. Beste Martin en Tjeerd. Klopt het dat er een Nintendo-console tussen... Je zegt altijd Nintendo. Ja, ik weet het. Ik probeer erop te letten. Het is Nintendo. Zeg ik het zo goed? Ja, super. Okay. Console tussen de Nintendo 64 en de GameCube zat. Eentje die alleen in Japan is verschenen. Ja, ik weet van niks. Maar ja, ik woon ook niet in Japan. Nee. Ik weet wel dat volgens mij de Game Boy Color en de Game Boy Advance... die zaten er soort van tussen. Ja. Misschien zat er een speciale Pokémon-editie of dat zo. Dat zou kunnen, tussen, maar... die alleen in Japan is uitgekomen. Voor zover ik weet, zat er geen andere console tussen. Nee. Ik ben wel benieuwd waar je dit vandaan hebt, Peter. Weet jij meer dan wij? Nou, hè? En hoe goed is jouw Japans? Maar bedankt arigato. Voor je vraag. Arigato gozaimasu. De volgende vraag is van Timo. En die zegt, Hallo, ik ben Timo. En heb een probleem met mijn GTA Online. Als ik dat opstart, dan wil dat niet werken. En zegt daar, save data for character 1. Ik heb veel geprobeerd, maar werkt niet. Ik hoop... dat jullie mij kunnen helpen. Dank u. Hier is nog een foto, wat ik bedoel. Oh, gelukkig zit er een foto bij. Oké, er staat... Alert! Unable to load save data for character 1. The Rockstar Cloud servers are unavailable right now. Please try again later. Nou ja, het antwoord staat al in de melding, denk ik. Ja, maar iets zegt mij dat hij niet zo goed is met taal. De cloud servers... van Rockstar, die waren tijdelijk even onbereikbaar. Dus je moest het later even proberen. Waarschijnlijk is het inmiddels alweer gelukt. Ja, soms is er even onderhoud en dan is hij een paar uur later weer online. Dat is het nadeel. Ja. Goed, deze is van Misha Oosterhuis 5260. Oh, die zegt, hier is mijn vraag. Welke game kijkt Cheert naar uit? Deze is achtergelaten in de YouTube comments. Oh, welke game ik naar uitkijk? Ja, belangrijke vraag. GTA 6 kijk ik wel naar uit. Mm-hmm. Ik kijk heel erg uit naar Red Dead Redemption 3. Of gewoon een remake van 1. Dat zou ook leuk zijn. Er is niet echt heel veel waarvan je denkt nu van... Ik ben wel benieuwd naar die Star Wars Outlaws. Oh ja, daar kijk ik ook wel naar uit. Ja. En misschien ook de nieuwe Dragon Age. Lijkt me ook wel leuk. Inquisition. Nee, hoe heet die? Dreadwolf heet die. Ja, ik heb nog nachtmerries van Inquisition. Ja, jij vond het saai, hè? Zo. Ja. Niet normaal saai. Nee, maar voor de rest, er is niet echt nog... Nou, misschien een nieuwe FIFA. Nieuwe FIFA, nee. Ik wil omhoog op mijn lijstje staan die nieuwe Star Wars en Plucky Squire. Oké, ja. Nee, Star Wars, dat kan ik wel mee inkomen, ja. Okay. Ja, voor de rest... De dromen zijn gewoon niet zo groot meer. Oh, nou ja, kan. Deze is van game-man-nl. Als het zo is dat jullie geen PS5-vragen meer doen, stop ik met kijken. Maar hoe weet je dan dat er geen PlayStation 5-vragen in zitten? Dan moet je daarvoor eerst wel even kijken. Ik heb meteen een volgende vorm. Die komt van Cyril D. Haase. Deze is speciaal voor game-man-nl. Ja, niet wegschakelen nog. Nee, deze is voor jou. Misschien komt er nog wat. Hoe op PS5 je Bluetooth aanzetten en verbinden met draadloze oortjes?
Ja, het hangt dan vooral van je oortjes af. Want als je die van de Sony PlayStation zelf hebt, dan kan dat. Nee, maar dat gaat niet werken. Dat gaat niet werken. Dat werkt niet. Je hebt een dongeltje nodig. Oh, je bedoelt... Oh, oké. Okay. Je kan niet met draadloze oortjes verbinding maken met je PlayStation. Nee, nee, niet met de standaard YouTube, zeg maar. Of Bluetooth. Nee, werkt niet. Oké, okay, volgende vraag is van Tijmen. En Tijmen die zegt... Hallo Power Unlimited, ik heb een vraag. Ik heb sinds gisteren het probleem dat mijn PlayStation 5... Oké, man, let je op. Ineens helemaal uitvalt. Alsof iemand de stekker eruit trekt tijdens het gamen. Ik heb dit bij meerdere spellen, dus het probleem ligt niet bij het spel, maar echt bij de PlayStation zelf. Heb je enig idee hoe dat kan en wat ik eraan kan doen? Het is namelijk erg frustrerend. Ik hoor het graag. Groeten, Tijmen. Ja, nou, we hebben hier best wel veel mensen nou mee. Ja, en ik heb hier, of tenminste, sorry dat ik onderbreek, er zat ook een video bij. Nou, oh. Dus hij liet het even dat, zien. Dat vind ik wel leuk. Ik krijg de laatste tijd wat meer DM's van mensen die hebben dat een PlayStation 5 zomaar uitvalt, ineens. Dus ik denk dat dit iets is waar we even in moeten duiken. En daar misschien een Dr. Console video van moeten maken. Ja, dat is een goed idee. Want als meerdere mensen dit probleem hebben, dan moeten we ze daar misschien wel bij helpen. En ik weet zo, nu het 1, 2, 3 het probleem niet. En als ik zo je video zie, dan ligt het in ieder geval niet aan een oververhitting. Dat lijkt me heel sterk. Dus we gaan er even induiken. We komen hier op terug in een Dr. Console. Wat hij wel alvast kan doen, denk ik, is even contact opnemen met PlayStation de PlayStation Helpdesk. Support. Of waar je de PlayStation hebt gekocht, die winkel. Ja, dat is niet goed. Niet goed. Zeker niet. Nou, succes, Tijmen. Dit is een mysterie. Ja. Maar we gaan het oplossen. Speciaal oplossen, voor jou. Ja. Ja. We gaan op avontuur. We gaan naar Samsung. We gaan kijken naar de nieuwste telefoons. Maar er moet eerst alles uit. Shut-off lampje. Ook een ding? Helemaal die. Helemaal daar. Steek maar. Aus. Oké, okay, los gaan. We zijn er. Binnen. Alsjeblieft. Dankjewel. Cheers. Geniet. Bye. Ja? Ga je dansen? Nee. Ik heb hier de nieuwe Samsung Galaxy S24. Ik allemaal ballen mee. Zit vol met AI. Maar dus ook een camera die je opent en je maakt bijvoorbeeld een foto van iemand die een bal gaat gooien. We hebben de foto gemaakt, heel mooi. Dan gaan we die bewerken en dan zou je kunnen zeggen, ik wil hem uit het plaatje hebben. Gewoon een R-toetsen, selecteert die man, hou hem ingedrukt, kan hier zeggen gun, genereren. En die guy is zo goed als verdwenen. Gaat natuurlijk nog wel beter worden, maar hey, het begin is er. En het zit nu dus in je smartphone. De volgende vraag is van iemand die we niet kennen. Oh. Jammer. Probeer. Volgens mij is het een hond. Graspietje heet hij. Okay. Graspietje. Deze hond heet Graspietje. Ja. En hij kan ook typen, dus dit is een hoogbegaafde hond. Oh nee, het Vincent gewoon. Ik neem binnenkort een hond mee naar de redactie. Oké, okay, ja, daar loop je af en toe wel eens honden rond. Ja, dus binnenkort nog. Ja, hij is wel groot. Of soms zitten ze. Ja. Nou, jezus. nou, in ieder geval Vincent die zegt... Elke keer als er een JODM online is, zit ik lekker te kijken. Er is één ding... waar mijn hond steeds tegen het plafond aanschiet. Hahaha. En dat is als de flitsronde begint. Ik schrik me steeds de kleren. Kunnen jullie een keer rustig de flitsronde aankondigen? Ja, tje. Probeer eens. Nee. Hou rekening met die hond. Die heeft gevoelige oortjes. Kijk, hier. Graspietje. Graspietje. Yes. Oké, ik wil wel weten hoe die hond heet. Graspietje. Nee, doe het niet. Denk aan die hond. Oké. Flitsronde! Flitsronde! Ja, ik kan het niet. Ik kan het niet. Het zit gewoon in het systeem. Flitsronde moet gewoon hard. Maar die hond niet. Sorry man, ik hoop dat je een headset hebt gekocht inmiddels. Helemaal lijp.
Oké, ik zet 1 minuut. Oké. Ja, we moeten snel zijn. Ja. Spelen jullie Fortnite, zo ja, mag ik jullie naam? Ja. Nee. Ja, cheat. Martin. Beste snack tijdens het gamen? Oeh, chips. Nee, dat is onhandig, man. Ja, weet je, maar zit die controller eronder. Ja, I know, maar dat doe je zo aan je broek. Gewoon even een blokje chocola. Nee, en nog niet chips, te lang vasthouden. Chips, paprika chips van Lay's. Of M&M's zijn ook lekker. Nee, chips, paprika chips van Lay's. En dan zo'n hele hand en in één keer in je mond. Ja, oh ja, dat zijn mijn vrienden doen het ook altijd. Dat is super irritant. Ja, jouw vrienden dan ben je aan het gamen en dan hoor je... Jouw vrienden snappen het. Ja. Dat is wat je doet. Het is een flitsronde, en ook ja, kom op. Ja, sorry. Ja. Kunnen jullie een keer een video opnemen hoe je een Xbox Series X schoonmaakt? Ja hoor. Ja hoor. Is there a game that is relaxing to play? Wat zeg je nou? Is there a game that is relaxing to play? Power Wash Simulator, dat schijnt relaxing to play te zijn. En ook bijvoorbeeld, hoe heet ik je? Agrarisch manager? Farming Simulator. Tijd zo. Drie vragen? Ja, we moeten snel zijn. Ja, we hebben niet heel veel binnengekregen. Dit is compleet op jouw konto toe te schrijven. Ik moet nog wat bewaren voor de volgende aflevering. Oh, we hebben er nog één. Ja. Oh. Jezus. Nou. Nou. Sluit hem af. Nou, bedankt voor het kijken weer. Dit was een wederom enerverende JODM. En of. NO heet die. Oh. we zijn er volgende week gewoon weer met een nieuwe JODM. In de tussentijd kun je natuurlijk gewoon je vragen insturen. Dat kan via de DM op @powerlimited op Instagram en @powerlimited.nl op TikTok. Op jodm@pu.nl of natuurlijk gewoon in de comments van deze video. Nou. Zo is het. En als je nog niet geliked hebt of gesubscribed, nou, dan kom ik langs. Want dat moeten we niet hebben. Nee, je komt sowieso langs bij die hond. Graspietje. Ja, graspietje. Ja, wel leuk. Ja, zeker. Zin in.